Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer wat live Call of the Ghost gameplay. En vanuit het map Freefall. En heel veel mensen willen weten hoe je aan deze map kan komen. En het probleem is dat je deze map niet zomaar kan krijgen. En deze map die krijg je als je de 100th Edition had gekocht. Of de Prestige Edition. Of je had de game gepreorderd. En heel veel mensen hebben de game wel gepreorderd. Hebben uiteindelijk deze map niet gekregen. En wat je dan zou kunnen doen, zou ik zeggen, ga terug naar de winkel. Want je zou hem gewoon moeten kunnen krijgen. Maar anders weet ik het ook helaas niet. Dus deze map zul je waarschijnlijk over een tijdje wel kunnen kopen. Maar voor nu is hij alleen exclusief voor die dingen. En het is een enorm kleine map. Het is gewoon veruit de kleinste map in de game. Dus de reden dat we ook met dit wapen gaan spelen, de Vapor. En ik vind de Vapor echt net een P90. Het is een wapen met enorm veel ammo. En met een hoge fire rate. En dan zag je dat ik ook nog rapid fire op heb gezet. Dat is in principe niet heel slim, maar dit is cranked. En als je cranked kunt spelen, dan is het gewoon enorm, enorm snel. Je staat constant tegen de enemies aan. Dus ik denk, ik pak wel gewoon wat rapid fire. Dan win ik wel heel veel. Gunfights hoop ik, als ik eenmaal hit. Zie je? Dan zijn ze ook echt gelijk dood. Het probleem is wel, ik ben niet zo'n fan van cranked. En het levelt enorm snel. Dus wil je snel levelen, dan ga ik cranked spelen. Maar ik vind Crank sowieso niet zo heel leuk. Het is een beetje kort en waarschijnlijk heel kort bij deze map. Want deze map is gewoon heel klein. Alleen de enige reden waarom ik dit speel is, als je deze map wil spelen, dan moet je een playlist doen genaamd Moshpit. En kut, ik was vergeten dat ik natuurlijk een timer heb. Ik ga even de enemies af. Oké, gelukkig. Die andere ook nog, mooi. In ieder geval, wat ik dus aan het vertellen was, is dat er twee mensen aan het campen zijn. En die is een beetje ook niet. Die staan er fucking hard te campen. Nee, wat ik wou zeggen was, als je deze map wil spelen, dan moet je een playlist doen en die heet Moshpit. En Moshpit is een playlist waarbij alle mappen en alle modes bij elkaar geflikkerd zijn. En daar krijg je alles dus door elkaar in. Dus je kunt niet per se alleen met deze map spelen met Domination ofzo. Nou, als je deze map wil spelen, dan moet je maar gewoon geluk hebben dat je hem krijgt. En vervolgens ook geluk hebben dat je een leuke game mode krijgt. En dat heb ik nou niet, maar ik ben echt al super lang aan het zoeken tot ik eindelijk deze map krijg. Dus ik denk, ik heb de map, ik ga gewoon een video maken. Dus hopelijk gaat het een beetje goed. En het gaat niet echt goed, moet ik eerlijk zijn. Maar dat maakt het niet zoveel uit. Het gaat meer om dat jullie deze map kunnen zien. En sowieso komt er meer van deze map nog in de toekomst op mijn kanaal. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon mijn kanaal checken als jullie meer van deze map willen zien. En ik ga weer bijna dood door een random granaat. Waar de fuck zijn die enemies, man? Ik ga ook echt als een maloot dwars in de map heen. Dat is ook wel een beetje de bedoeling van deze mode natuurlijk, hè. Anders is het niet leuk. Anders blijft het niet leuk. Je moet gewoon echt vol erin rennen. En dat is wat ik nou doe. En dat is niet slim. Zeker niet slim. Teammate, pak die hond. Of pak die hond. Pak die enemy even aan. Nou niet joh. Dan doe ik het wel. Stomme hond. Echt joh. Maar die honden moet je echt kunnen trainen of zo. Weet ik veel. Dat ze gewoon wat werk doen. Ze doen helemaal niks. En in mijn rug. En ik ben bijna dood. Als die hond nou even aanpakt. Pak hem aan. Goed zo. Nog één. Hij is dood. En nu zat het campen. Ik heb mijn chopper binnen. 12-1. En de match is al bijna afgelopen. Kijk dan. En ik ren toch echt als een maloot door deze map heen, hè. Echt enorm kort potje hoor dit. Ben ik bang. Ik weet niet of ik zelfs nog mijn Juggernaut zou kunnen halen. Hoppakee, ik heb hem. Ik kan hem niet meer inkallen, denk ik. Volgens mij, of gaat het tot 100? Het gaat tot de 100 punten, denk ik, hè? In ieder geval, het is zo. Als je deze map speelt, raad ik je aan om met die hond te spelen en met die Maniac. Want deze map is enorm klein met hele smalle gangetjes. En je bent gewoon gelijk fucked als je iemand tegenkomt. Dus aanrader, gebruik gewoon deze streaks. En zo'n enemy in mijn rug. Ik denk dat hij me wel killen, maar valt vies tegen nou, aangezien ik een maniac ben. Fuck yeah. 12 ook zeggen, 17-1. Nou, het lijkt er een beetje op, toch? 12. Oh, ze zit weer achter mij. We kunnen 12 kills maken, dat wel. Nou, nog veel minder, want ik maak gelijk weer 2 kills. We staan op 19 kills op het moment. Waar zitten ze? Waar zitten ze? Oh shit. Oh shit, oh shit. Ik ga niet dood, niet door jou in ieder geval. Ik ga wel dood, maar niet door hem. Oh wacht, ik ben nog zelfs vergeten dat ik al die tijd gewoon die timer nog steeds heb, hè. Dat was ik vergeten. Wauw, 21-1 op cranked op deze map. Ik vind het serieus een like waard. Even serieus jongens, als jullie deze map hebben gespeeld, dan weten jullie dat het een chaos is. Dus ik zeg het je, gebruik deze setup die ik net gebruikte. En het gaat geheid goed. Het is een super rush class. En voor als je cranked doet, normaal gezien speel ik geen cranked. Maar met cranked is dit echt sick. Vooral dus met die hond en die maniac. Want in die map van net is het gewoon zo compact. Je kunt echt alleen maar blijven knife en kill en noem maar op. In ieder geval, ik hoop dat je de video leuk vond. Hij was enorm kort.
Maar er komt sowieso nog een andere video vandaag online. Het is in ieder geval geen Call of Duty. Misschien helemaal aan het einde van de avond nog. Maar ik denk niet dat dat lukt. Als ik om 5 uur thuis ben en ik moet een video maken. Dan komt de video pas om 9 uur online of zo. En dat gaat het niet worden. Want dat lukt gewoon niet. Dus in ieder geval, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En tot de volgende keer. Houden we.